Ja, dit wordt weer een hele leuke nieuwsuitzending, want ik heb aan de lijn mijn vriend Jurk Gliesman en we gaan weer lekker Bijbel lezen. En gisteravond heb ik ook met hem gesproken, dat is ook een hele leuke uitzending geworden. Die gaat over varia, over van alles en nog wat. En daar wil Jurk nog wat over aan toevoegen en dan duiken we Genesis 4 vers 14, 15 in. Maar hey, hallo Jurk, je mag ook even Hallo, de dag zeggen. Gerrit. Goedendag. Ja, dus ik was al begonnen omdat ik niet wist dat jij niet aan het opnemen was. Goed, dus we hebben gisteren een keer daarover gesproken van Satan, heb ik gezegd, de prins van de lucht, de rot van deze wereld, zoals hem in het Nieuwe Testament genoemd wordt. En dan gaan we natuurlijk zeggen van, ja, maar hoe, de God van deze wereld, de Heer, de Heeren is toch de God van deze wereld. En natuurlijk is dat zo. En natuurlijk blijft dat ook zo. Maar de punt was, over die wij gisterenavond een keer spraken, hoe kan Satan, Jezus, in Matthäus 4 al de koninkrijken van deze wereld aanbieden om te krijgen, als hij ze nog niet heeft, bij wijze van spreken. Hij moet toch Heer en Meester en God van deze wereld zijn om dat überhaupt te kunnen aanbieden aan Jezus Christus. Ja, dan is die vraag van, ja, maar hoe komt dat, dat hij de God van deze wereld is? En daar was mij daar juist ingevallen, een paar minuten voordat we hier samenkwamen, om deze uitzending nu te gaan doen, dat ik zeg van, ja, maar kijk, als je dan een keer naar Genesis gaat, dus waar wij juist bezig in zijn, naar een van de eerdere afleveringen, en je leest dat God de mens gemaakt heeft in zijn evenbeeld, en dat hij bepaald heeft tegen de mens, dat hij gezegd heeft tegen de mens, maak de wereld u onderdaan. Jij zijt de Heer van deze wereld. Ja. Als lang als jij naar God luistert, naar de Schepper God, naar Jezus Christus, naar de Vader in hemel, in de hemel. Maar de mens heeft zich tegen deze God gekeerd en heeft geluisterd naar de verleiding van de slang in de garten van Eden, in de tuin van Eden. Ja. En is ja, abtrünnig, zeggen we geworden in Duits, dus is afvallend geworden tegenover van God en heeft God terug toegekeerd. En daarom is de mens dus niet meer de Heer over deze aarde. Nu, dat is heel belangrijk, want de Romeins-Katholieke Kerk ziet dat natuurlijk nog altijd niet in. Die zeggen nog altijd van, wij werden geschapen als Heer van deze wereld. Maak de wereld u onderdaan, gelijk dat God in het begin gezegd heeft. En de Romeins-Katholieke Kerk leert nooit dat dit niet meer geldig is, omwille van dat de mens zich tegen God gekeerd heeft, door de val van de mensheid, door de val in de zonde, door te luisteren naar een, tussen aanhalingstekens zeg ik maar eventjes, andere God, naar een andere autoriteit, namelijk de autoriteit van Satan. Ja. En dus de mens is niet meer, gelijk in het begin bestemd door de Heer, de Heer van deze aarde en moet zich de aarde niet onderdaan maken, maar Satan is nu de Heer van deze wereld. Ja. Ja? En als we dan in Genesis verder gaan lezen, dan lezen we over de eerste kinderen die Eva samen met Adam gaat krijgen, Kain en Abel. En we weten dat Kain het eerste kind is, of de eerste mens is, die geboren is met de kennis van goed en kwaad. Ja. En dat die één zaad vertegenwoordigt en dat de vermoorde Abel een andere zaad vertegenwoordigde, maar die is vermoord en in zijn plaats is dan die zaad van Seth gekomen, de derde geborene van Eva, om die lijn voort te gaan zetten. Maar dus die lijn van Kain heeft dus nu in feite de leiding over deze wereld. Ja, daarom werd ja ook gezegd van dat je Kain niet mocht slagen. En dat, alleen, ik wil daar nu niet al te zeer in detail op ingaan. Ik hoop dat die mensen het begrijpen. Het punt is, wij zijn niet de masters, de heren over deze wereld niet meer. Want dat geschenk wat wij van God gekregen hebben, dat hebben we weggesmeten door naar Satan te luisteren in plaats van naar God te luisteren. Ja. Ja? En daarom is nu Satan de God van deze wereld. En die heeft daarom dus ook de mogelijkheid gehad in Matthäus 4, deze wereld aan Jezus Christus aan te bieden. Hadden we anders ook niet kunnen doen. Anders had Jezus ja gezegd, ja, maar jong, dat behoort toch mij, allemaal tot mij. Nee, nee. Hij heeft het niet aangenomen van de Satan toen in Matthäus 4, omdat hij wist dat hem het van zijn vader later toch ging krijgen.
En dan onder betere voorwaarden, namelijk als een spiritueel cadeau en niet alleen maar materieel geschenk. Ja. Om dan een keer eventjes op in te komen. Dus dat wilde ik gewoon eventjes een keer aan het begin gaan zeggen. Ik vond het heel duidelijk, dus ik heb het goed begrepen. Goed. Ja, af en toe heb ik zo mijn momenten, dan heb ik zo'n flash en dan is dat de Heilige Geest, die tot mij spreekt, die ineens zegt van, ja, je was gisteren da en da over bezig, zegt dat en dat dan nog mee bij. En dan verstaan de mensen dat nog beter. En dan, of dan gaan we er nog een beetje beter op in. Ja. En dat vind ik dus wel heel belangrijk om eventjes met jullie te delen. Hartstikke fijn. Zullen we hem oppakken bij vers 15? Of wil je eerst nog een vers 14 terug? Want bij vers 14 zijn we gebleven de vorige keer. Ja, ik weet ook niet meer waar we gebleven zijn. Dat is zo Genesis, lang geleden. Ja, ik heb het opgezocht natuurlijk. Genesis 4. Hm? Genesis 4, vers 14. Dat was de laatste die we gedaan hebben. Ja, oké. Het is misschien interessant om met 14 te beginnen. Omwille van dat 14 en 15 samenhangen. Hè? Mm-hmm. Want in 15 staat ja, and the Lord said unto him. Ja, dat is ja een respons ten opzichte van wat Cain daarvoor gezegd heeft. Ja. Dus ik zal in vers 14 beginnen in mijn Koning James Bijbel. Ja. Oh ja. En heb jij nu ondertussen de Statenvertaling bij de hand? Of ja, maar natuurlijk. Natuurlijk heb ik die erbij, ja. Oké. Ja, daar kun jij direct een paar woorden over gaan zeggen, over die vertalingen van de Bijbel. Ja. Dus in vers 14 staat in de King James, Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth, and from thy face shall I be hid, and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth, and it shall come to pass that every one that findeth me shall slay me. And the Lord said unto him, Therefore, whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him. Yep, en dan pak ik eventjes de Nederlandse erbij. Begin ik even bij vers 13, want daar zat in mijn NBG zo'n punt, maar die zit hier niet. Want in vers 13 staat hier in de Statenvertaling, En Cain zeide tot de Heere, mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. En dit is correct vertaald. En dan vers 14. Nee, dat is niet correct vertaald. Maar... En de koning James staat, mijn punishment. Straf. Oh nee. Mijn straf is groter dan ik kan dragen. Ai. Dus dit is dezelfde vertaalfout. Oké. Okay. Ja. Goed, ik ga maar gewoon even door. Vers 14. Zie, gij hebt mij heden verdreven van den aardbodem, en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. En ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde. En het zal geschieden dat al wie mij vindt mij zal doodslaan. Vers 15. Doch de Heere zeide tot hem, dubbele punt, daarom al wie Cain doodslaat zal zevenvoudig gewroken worden. En de Heere stelde een teken aan Cain, opdat hem niet versloeg al wie hem vond. Mm-hmm. Ja. Nu dat je opgemerkt hebt dat je dus blijkbaar twee keer geen correcte vertaling hebt, zal ik je graag een keer willen voorlezen wat in de Lutherbijbel van 1545 staat. Graag, ja. Vers 13, hè? Ja, ja. Cain aber sprach zu dem Herrn, Meine Sünde ist größer, denn dass sie mir vergeben werden möge. Mhm. Dus mijn Sünde ist größer, dan dat ze mij zou kunnen vergeven worden. Ja, dat is dus ook niet punishment. Nee, dat is ook niet punishment, maar dat komt er wel dichterbij hè, als bij straf, wat jij gezegd hebt. Ja, wat heb jij voorgelezen uit de Nederlandse vertaling? Ja, in de Nederlandse vertaling staat dus, mijn misdaad is groter. En dat staat maar ook in mijn NBG. Ja, dat staat ook in mijn NBG. Staat het ook. Nou, oké. Misdaad en zonde, dat kun je ongeveer gelijk zetten. Ja. Dus dan is ook de Duitse vertaling uiteraard niet correct. Hè? Want misdaad, dat leren we ja later in de Bijbel, overtreding van het wet is zonde. Ja. En daarmee een misdaad. Ja. Ja? Dus of dat ik dan zeg misdaad of zonde... Dat zijn dan twee woorden die eigenlijk met elkaar uitwisselbaar zijn. Ja, ja? Dat lijkt me ook. Daarom dus des te belangrijker vind ik dat men hier de koning James bij de hand neemt, want dan maakt het ja ook zin. Want tenslotte gaat het ja hier over de straf die Cain opgelegd krijgt. Hij zegt ja, thou hast driven me out this day from the face of the earth. Ja, je hebt mij deze dag uit het land gezet.
En dat is ja de straf. Ja? Dat is ja niet een misdaad. Ja, dat klopt. Ja? Of de overtreding. Dat is de straf. Ja. Dus eigenlijk, als je het correct leest, maakt alleen maar de koning James zin om zo te lezen. Is alleen maar redelijk. Is alleen maar logisch. Akkoord. Ja. En sorry dat ik er weer mee opkom, maar dat is de reden waarom dat ik de koning James als basis voor mijn autoriteit, voor mijn geweten neem. Ja. Ja? En geen andere Bijbel. Ja? Dan mogen ze nog zoveel proberen. Ik leg ook altijd de Lutherbijbel daarnaast. En ik zie dat, en ik heb zelfs de 1545 van Luther genoemd, gelijk aan KJV, heb ik daarop geschreven als PDF. Maar ja, is niet altijd gelijk aan. Elke keer als ik die open doe voor Bijbelstudie, niet elke keer als ik ze doe voor iets voor te lezen of zo, dat zeg ik daarmee bij. Maar als ik ze doe voor Bijbelstudie, als ik bijvoorbeeld Sabbatavond hier de Bijbelstudie heb met Brett en Tom, dan lees ik uit de Koning James en ik heb in Duits de PDF daarnaast open ook. En vergelijk dan ook nog een keer om te zien waar die verschillen zijn, hè? Zowel in het Nieuwe als in het Oude Testament. Mm-hmm. En het is niet, laat me dat eventjes een keer duidelijk mee bijzeggen, het is niet dat Luther, bij wijze van spreken, die Bijbel toen niet juist vertaald heeft. Maar ik heb een PDF-Bijbel van 1545. En ik heb een geprinte 1545er Luther-Bibel, die ik onlangs van die krachtige Kerstin uit Frankfurt in Duitsland gestuurd gekregen heb. Mhm. En die is gedrukt, als ik dat eventjes een keer mag nakijken, die is geprint in het jaar 2002. En dat is dus, ja, dat is de Bijbel van 1545 qua inhoud, maar natuurlijk is die niet 1545 gedrukt, hè? Nee. Ja, dat is een moderne Bijbel, gelijk die Koning James van 1611, die ik heb, die is ja ook niet van 1611, die is ook ergens in de 20e eeuw of 21e eeuw geprint, maar uiteraard is dat een inhoud van 1611 in. Maar de punt die ik dus wil maken, dat wat ik hier als Bijbel 1545 in handen houd, of als PDF op mijn computer zie, dat heeft Luther ja toen niet vertaald. Hè? Weet ik veel wie daarmee geknoeid heeft achteraf? Hè? Nee, dat weet je niet. Ja? En met de Koning James is dat gelukkig zo, dat men daarvan kan uitgaan, dat de Koning James daadwerkelijk zo is. Want ik heb al verschillende Koning Jameses in mijn handen gehad en online bekeken. En altijd zijn ze altijd hetzelfde geweest. Daar is geen enkel woord verschil in. Dus die betrouw ik. Maar met die Duitse Bijbels, zodra het over een vertaling gaat, vertrouw ik ze niet zozeer, niet meer. Oké? Okay? Dat eventjes nog een keer ter verduidelijking voor iedereen daarmee bij. Want dat is niet van, omwille van dat ik een Bijbel van 1545 op PDF heb, dat dat ook daadwerkelijk zo correct is. Hè? Want Luther heeft dat niet zelf geschreven, hè? Wat ik hier vandaag op mijn computer zie. Hè? Zo simpel is dat. Dus vers 15 hadden we gelezen. And the Lord said unto him, therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him. Ja, ik weet niet of dat we daar veel over moeten gaan uitleggen. Ik vind dat is nogal redelijk duidelijk. Dat hem zegt van, oké, je wordt wel zwaar gestraft voor die misdaad die je gepleegd hebt. Maar het is niet zo dat je met de dood gestraft zou moeten worden. Ja. Want tenslotte zal dan God zelf hem gestraft hebben. Want alleen hij die leven geeft, mag ook leven nemen. Ja. Ja. Dat is een heel belangrijke punt die ook later in deze Bijbel nog heel, heel, heel belangrijk gaat komen. Want ik hoor ze nu al afkomen van, ja, Jörg, Perry, wat jullie vertellen allemaal schoon en mooi. Maar heeft de God in het Oude Testament niet tegen Israël gezegd dat zij het land van Kanaan moesten binnenvallen en elke mens vermoorden, man, vrouw, kind, beest, alles vernietigen? Aha. Wat is dat voor een God? Je mocht niet doden aan de ene kant en je moet een ganz volk vernietigen. Genocide, hè, genocide uitoefenen aan de andere kant. Wat is dat voor een pretentieuze, heugelaarse God? Aber, als je die vraag stelt, dan zal ik je daarop antwoorden. Ik heb dan nu geen goestingen om daarop in te gaan. We zullen wat misschien doen als we ooit een keer bij die plaatsen komen. Je zult zien dat God zichzelf helemaal niet tegenspreekt. Absoluut niet. Even interrumperend. Ik heb een gesprek gehad met Jurk en Marco Robinson. En dan ging het met name om Numeri
13, 1, ik weet het precies niet, het vers niet meer precies. Maar dat ging over dat akkefietje wat het volk Israëls had met de Medanieten. Ja, Numbers 31 was het. Numbers 31 dat, ja. Was, dacht ik. Ja, ik zal het hier open doen. Ik pak hem er ook even bij voor de kijkeraars. Ja. Ik heb 31 hier open, maar welke vers was dat nu precies? Ik denk 17. Even uit mijn hoofd. Nee. Now therefore kill every male among the little ones and kill every woman that has not known man by lying with him. Ja. But all the women children that have not known a man by lying with him keep alive for yourselves. Ja. Daaruit heeft hij afgelezen dat de God van de Bijbel een pedofiele God is. En tot pedofilie aanzet. Ja, dat klopt helemaal niks. Maar dat klopt niks. Maar... Nee, dat staat er helemaal dan niet in. Maar als hij dat zo wil interpreteren, is normaal. Want hij veel mensen die zijn dan zogenaamd bijbelkritisch. Want ze hebben 3,5 tekst gelezen en denken van, oh, doe het hele boek maar dicht. Ja, over bijbelkritiek, Perry, als we daarover gaan beginnen. In Duitsland in de 19e eeuw had je het hoge criticisme. Oh, wat is dat? Ja, wel, daar ging het juist over. Het hoge criticisme, daar ging het juist over om te kritiseren, om de Bijbel te kritiseren. Dat is de reden waarom dat zoveel verschillende Bijbels op de markt kwamen. Niet alleen in Duitsland, maar vooral toch ook in de Engelse taal. Ja. Al deze nieuwe Bijbels die wij vandaag de dag kennen, die allemaal corrupt zijn. Die NIV, die ASV, die NRSV enzovoort. Al die namen, geef ze me maar aan. Dat is allemaal pas begonnen in de tweede helft van de 19e eeuw. Tot dan hadden we de gewone Bijbel. Maar ja, toen was het belangrijk voor de duivel om ervoor te zorgen dat de mensen verward worden als ze de Bijbel willen lezen. Ja? Confused, hè? We waren gisteren nog dat woord aan het opzoeken. Dat ze verward worden om de Bijbel te zoeken. Want tot dan las iedereen de Koning James Bijbel en was er geen probleem. Maar dan kwam het hogere criticisme. Dus ja. Kritiek van hoger plaatsen, bij wijze van spreken, op de Bijbel. Interpretatie, zelfinterpretatie. Ja? En dat is precies wat professor Robertson, daar weet ik veel, Marco, hoe ja, dat Marco. Noemt, ja, noem maar Marco. Wat die gedaan heeft. En dat verwijt ik hem ook niet, want dat is vanuit zijn standpunt is dat volledig normaal. Hij is iemand die gelooft niet in de Bijbel. En iemand die niet in de Bijbel gelooft, kan u de Bijbel niet uitleggen. Ja, ik kan mij Jezus Christus niet laten uitleggen van iemand die in de islamische geloof is. Het is als er heet getuige ad charge. Vrij te stellen. Marco is katholiek opgevoed. En katholicisme is geen christendom. Nee. En dus, voor hem is het geloof een mengeling van spaarrood en mayonaise. Dat is geen combinatie. Dus ik verwijt het hem dus niet dat hij niet die ingang heeft gekregen tot de Bijbel, zoals ik. Want ik was wel eens bij de Pentecostals, bij de Pinkstergemeente. Dat is natuurlijk ook wel een beetje luchtje aan. Maar ik las wel mijn Bijbel. Ik las echt mijn Bijbel elke dag. Nee, gaat er ook niet om mensen gelijk Marco iets te verwijten. Integendeel, ik zeg het, ik heb zelfs begrip voor zijn situatie. Mm-hmm. Maar ik kan natuurlijk niet met iemand over de Bijbel discussiëren die zelf de Bijbel niet A. verstaat, mm-hmm. B. niet gelooft, mm-hmm. en C. niet als basis voor zijn geweten zet. Want dan discussieer ik met iemand niet op gelijke hoogte. Ik kan alleen maar met mensen discussiëren die op de gelijke hoogte zijn. Als ik bij wijze van spreken voor de luisteraars, om eens een keer duidelijk te zijn. Als Perry en ik allebei de King James Bijbel lezen. En we hebben een misverstand over iets. Of een andere uitleg. Of een of ander boek of vers of kapitel in de Bijbel. Dan kunnen wij daarover gaan discussiëren. Omwille van dat wij op gelijke level staan, omdat wij allebei de Koning James als basis nemen en we weten dat in de Bijbel geschreven staat dat geen enkele profetie in de Bijbel voor persoonlijke interpretatie is. Ja? Klopt. Maar we weten dat de Bijbel zichzelf uitlegt. Ja. Egal is bij wijze van spreken met Perry een discussie aan van hoe is een vrouw beschreven in de Bijbel. Hij zegt van een vrouw is een kerk en ik zeg van dat is niet waar, een vrouw is een vrouw. Ja, oké, dan moeten we de Bijbel bij de hand nemen en dan zal de uitleg van de Bijbel ons erop wijzen dat ik ongelijk heb en dat Perry gelijk heeft. Als hij zegt van een vrouw in de Bijbel is een kerk.
Ja? Ja. Es sind Kongregatie, so als man das von da aus aufnimmt. Das ist just. Aber das kann ich nicht tun, wenn jemand, die nicht in der Bibel gelooft, wenn die nicht auf derselben Hochte steht, die soll das Leute nicht annehmen. Okay. Und das ist ein sehr belangreicher Punkt. Das, das Problem, soll ich mal sagen, in das Gespräch mit Marco in der Zeit, was, dass man ein Gespräch angeht unter Ungelijken. Eine Diskussion ja. angeht über Ungelijken. Und das kann tot nichts leiden. Ja, klopt. Das ist spätig, aber das ist ein ja. Feit, dass so ist. Ja. Of dat ik dat nu graag heb of niet. Oh ja. Dus. Maar in elk geval, goed, ik wil daar nu ook niet verder op na. Maar als mensen daarover vragen hebben, over dit deel, Numbers 31, vers 16, 17, 18, 19, ja. Dan moeten ze dan maar schrijven. Dan zullen we daar misschien ooit eens een keer een uitzending over maken. Want we hebben ja toen met Marco daarover gepraat. Het is ja niet zo dat wij hem gezegd hebben van, ja Marco, daar willen we niet over babbelen. Maar hij heeft onze uitleg gewoonweg niet geaccepteerd. Ja. Hij kon onze uitleg ook niet accepteren, ja. omdat hij niet die kennis, dat weten, die in Engels zegt men zo'n heel schoon woord, edifying. Ja? Oh. He wasn't edified by God as we were. Ja, ik weet niet hoe je dat vertaalt naar het Nederlands naartoe. Maar ik ga hem even erbij pakken, ja? Als je de, ja, als je de Bijbel leest als overtuigde Christ en als overtuigde gelover in de Heer der Heren en je pakt zijn ware Bijbel daarmee bij, dan heb je altijd, als je die Bijbel leest, de begeleiding van de Holy Spirit. En dat is precies wat Jezus Christus ons beloofd heeft. Hij heeft gezegd van, ik moet weggaan, maar ik zend jullie de trooster, ik laat jullie de trooster hier en deze trooster zal u leiden in alle waarheid. En alle waarheid staat alleen maar in de Bijbel. Dus Jezus zegt met andere woorden, als je mijn woord studeert, dan zul je mijn woord voor waar verstaan, omwille van dat je hulp van de trooster krijgt. En de trooster is de Heilige Geest. Ja, klopt. Het is in feite allemaal heel simpel. Alleen de mens maakt het allemaal zo moeilijk. Ja? Ik heb niks anders dan de Bijbel nodig. Ik zeg dat ook af en toe in die lezingen die ik doe met Brett Norman, waar we nu Code Word Babylon aan het lezen zijn, of die andere lezingen die ik doe van Griesinger, dat boek van de Jesuiten, Edmond Paris, Secret History of the Jesuits and all that stuff. Alles wat ik, ik zeg altijd tegen die mensen van, in de basis eerst een keer belangrijk is dat je de Bijbel hebt. En aan de hand van de Bijbel kun je dan met deze seculare boeken zien hoe dat de Bijbel zich bewezen heeft waar te zijn. Want je hebt geschiedenis in deze boeken en je kunt dat geschiedenis meten aan de profetie van de Bijbel. Want de profetie in de Bijbel is niks anders als geschiedenis geschreven op voorhand. Ja, dat is een profetie. En als ik nu achteraf leef, in 2018, heb ik de mogelijkheid om op het geschiedenis te kijken en te zien hoe die Bijbelprofetieën zijn vervuld geweest in het verleden. Maar, daar heb ik de juiste geschiedenisgegevens voor nodig. En in ons gewoon opleidingssysteem met de scholen en universiteiten, met de televisie, met alle mogelijke opleidingskanalen van History Channel en weet ik veel wat allemaal, die bedriegelijke dingen. Ik hoor dat een leuke grap van jou, of dat Hitler ja, Channel. Ja, ik weet het. Ik weet het, ja, dat heb ik zelf zo genoemd. Ja, History Channel, Hitler Channel. Ja. Hitler, ja. Ja. Maar daar heb ik dus nooit de gelegenheid om de ware geschiedenis te leren en die dus te meten aan de Bijbel, omwille van dat die geschiedenis gecorrumpeerd is. Ja. Door de Jesuiten. Ja. Ja? En dus is het belangrijk dat ik eerst maar een keer een echt geschiedenisstudie kan gaan doen. En daar helpt me de Bijbel niet bij. Daar helpen mij seculare boeken bij. Gelijk die boeken die ik daar juist opgenoemd heb. En als ik dan die twee naast elkaar ga leggen, dan kan ik zien hoe dat Bijbelprofetie daadwerkelijk in de geschiedenis vervuld is geweest. Maar daarvoor heb ik uiteraard een echte geschiedenis optekening nodig. Ja, om een keer zo te gaan noemen. Daarom is dat zo belangrijk. Ja? Het zijn altijd twee dingen die bijeen gaan. Maar aan de basis is en blijft, en daar neem ik geen woord van weg, is en blijft de studie en het geloof in het woord van God. Per, we hebben daar gisteren in onze uitzending zijn we daar ook even over ingegaan. Ik wil er nog eventjes een keer op terugkomen. Dat ik zei van stel een keer voor, je bent je leven lang in een donkere kamer groot geworden, je hebt nooit het licht gezien. Je hebt je eigen hand nog niet gezien, bij wijze van spreken, want het was zo donker dat je de eigen hand voor ogen niet kon herkennen. Mm-hmm. En in ene keer
gaat er een deur open en komt er iemand binnen en haalt je uit in het licht. Die komt op de tarmac van de luchthaven terecht en die geeft je een ladder en je stapt daar de meest moderne straaljager binnen die je kunt inbeelden. Je hebt geen flauw idee wat dat is. Je hebt zoiets nog nooit niet gezien. Zoals ik zeg, je hebt je leven lang in het donker gewoond en het enige wordt je daarin gesmeten. En dan zegt hij tegen u, en nu doe maar. Als je daar geen handleiding hebt hoe je dat ding moet bedienen en die kunt lezen om die handleiding zelfs te begrijpen, dan kun je dat niet doen. Ja. En de Bijbel is niks anders als een handleiding voor ons door het leven. Ja. Ja? Het licht, gelijk dat Jezus zegt, I am the way, the truth and the life, en hij is ook het licht. Ja? Het licht dat we in Genesis 1 gezien hebben, ja? als het donker was op de aarde en God zei, er wordt licht en er waard licht. Ja. Ja? And God said, let there be light, and there was light. That light that came into the world, that is Jesus Christ. Dat licht dat er toen in die wereld kwam, dat is Jezus Christus. En alleen als we hem hebben en zijn woord hebben en zijn handleiding hebben, weten we hoe we door het leven kunnen gaan en moeten gaan. De Bijbel is absoluut essentieel te hebben. En juist daarom vindt de duivel het zo belangrijk. A, of wil ervoor te zorgen dat je geen Bijbel hebt. Dat heeft hem heel die middeleeuwen en donkere, in het donkere tijdperk gedaan, waar de Romeins-Katholieke kerk soeverein geregeerd heeft over de hele bekende wereld, en dus de Bijbel voor zich gehouden heeft, en iedereen die een Bijbel had, en zeker iedereen die een Bijbel had in zijn eigen taal, ja, dan werd niet alleen de Bijbel verbrand, daar werd die mens en zijn gehele familie direct mee verbrand. Punt uit. Ja. Dus, daar heeft de duivel ervoor gezorgd dat niemand het woord van God kon hebben. En dan kwam de tijd van de Renaissance, ja, de hergeboorte, zo noemen ze dat ja. Hè? Die tijd van 1400 en daar begon dat in de 15e eeuw. Daar begon de tijd van de Renaissance. En Renaissance is niks anders dan een Frans woord, dat betekent wedergeboorte. Ja? Er zijn veel mensen zich niet van bewust, die dat woord uitspreken. Zeker niet in Duitsland. Renaissance, wat wil dat zeggen? Ja, wedergeboorte. Wedergeboorte van wat? Ah, wedergeboorte van het licht. Want door de boekdrukkunst van Gutenberg in ene keer kwam de Bijbel en het woord van God in de wereld van de mensen en gaf hun licht. Ja? En heel, heel belangrijk is dat we dat hier verstaan. En dus daar hebben de Jezuïeten niks tegen kunnen doen. De Bijbel was er nu ene keer. Dus wat gaan doen? Ja, als we niet iedereen die een Bijbel heeft kunnen afslachten en de Bijbel vernietigen, want dan zijn er te veel, dan moeten we ervoor zorgen dat we de Bijbel infiltreren. Precies op dezelfde manier gelijk Constantin in 321 het christendom geïnfiltreerd heeft door, bij wijze van spreken, het heidense Rome te dopen met de naam van christendom. En in al die jaren daarna, hoe dat gebeurd is, dat het christendom geïnfiltreerd is door het heidendom. Ja. En precies dat hebben de Jezuïten gedaan met de Bijbels te corromperen. En daarom hebben we sinds de midden van de 19e eeuw heel veel gecorrompeerde Bijbels. En als we corrompere Bijbels hebben, dan hebben we precies datzelfde wat we later in Genesis 11 nog tegenkomen, namelijk waar we over de toren van Babel spreken, waar er dan in staat dat die mensen ja verward werden van God met de verschillende talen. Ja. Ja? En dat is precies waar de Jezuïten mee bezig zijn. Ja. Nou, sorry, Perry, ik ben weer helemaal afgeweken van het onderwerp. Ja, maar ik wilde hem even voor de kijkeraars. Het gebouw van de Europese Unie, dat is een replica in Straatsburg, van, ja. In Straatsburg is dat daar, ja. Van de Toren van Babel. Ze lachen ons uit. Ja. Want dit gaat je een hele hoop geld kosten en die toren die krijgen we nooit af. Maar jullie blijven wel betalen tot in de eeuwigheid en de zaligheid en de heerlijkheid. Het is erg geschiedkundig wat wij doen. Ik heb even naar Edify gekeken. Mm-hmm. En de Nederlandse vertaling is stichten. Klopt dat? Bedoelde je dat? Want erbouwen op z'n Duits. Erbouwen, ja, maar erbouwen niet in de zin van iets bouwen met mortel en stenen. Oh, ja. Maar geestelijke erbouwing. Ja. To uplift. Ja. To uplift. Ja, het gaat over. Ja, ik wil dat woord niet gebruiken, want dat is zo veel misbruikt en, oh ja? Door de Illuminaten en zo. Die, ja, zeggen van, die spreken van to illuminate, ja? To
to see the light by way of speaking. Verlichting heet het ook wel. Ja, maar dat is dus zo misbruikt in onze taal dat ik die uitdrukking liever niet wil gebruiken. Mm-hmm. Daarom zeg ik ook edified. Get edified by the Bible means onderbouw uw studies aan de hand van de Bijbel. En word door de Bijbel ingelicht in beter weten. Maar hou rekening daarmee dat je twee soorten weten hebt. En dat komt uit het Medici Learning, de leermethode van de Jesuiten. Aha. Learning against learning. Ja. Het leren van het Gnosticisme, van de wereldelijke leermethodes, tegenover de Bijbelse leermethodes en de Bijbelstudie. Ja. Ja? Daarmee zijn ze ja geslaagd om die hele BS gelijk dat vandaar is met al die wetenschap en dergelijke die hele wereld mee te gaan bedriegen. Hè? Want dat is ja allemaal opgebouwd op gnosticisme. Ja? Mm-hmm. En ik spreek hier dus duidelijk niet over gnosticisme, maar ik spreek daarover. Ik zou zeggen van be a good Berean. Ja? Gelijk het in het boek van Acts erin staat. Vraag mij nu niet naar het kapitel. Uh-huh. Maar als je een keer dat woord Berean opzoekt in de Bijbel online, dan ga je verwezen worden naar het boek van Acts, dus Handelingen. Wat is dat? Handelingen in Nederlands, ja, Apostelgeschichte in Duits. En daar staat het daarin, Berean, die waren dus zeer geleerd daardoor dat ze dagelijks het woord van God, de Bijbel, studeerden. Zo simpel is het. Dat moet aan de basis liggen van alles. Ja? Oh, zo. En ook even, we gaan Genesis 4 induiken, maar over het woord verlichting. Ik herinner mij dat Christus heeft gezegd, mijn juk is licht. Ja, maar we bedoelen met licht van niet zwaar, hè? Niet donker. Nou, het is denk ik een beetje allebei, hoor. Want mensen gaan gebukt onder hun bestaan. Ja, maar kijk, mensen denken dat dat juk van Rome licht is en dat juk van Jezus zwaar is. En Jezus zegt juist de omgekeerde en heeft natuurlijk gelijk altijd. Zijn last is licht. Ja. Maar de last die deze wereld op ons legt, die is in feite zwaar. Ja. Daar gaat het in feite over, als we dat denk ik juist willen verstaan. En dat vind ik ook een vorm van verlichting, dat je van je last af bent. Door Jezus Christus, Perry, absoluut. Ja, want was het zo simpel. Ja. Door zijn woord zijn we geleid in de vrijheid die ons vrij maakt van dat juk van Rome. Mm-hmm. Juist. Want zonder zijn waarheid, zonder zijn woorden, gingen we nog altijd schrik hebben van de dood, hè? Ja. Ik juich de dood toe, hè? Laat maar komen. Ja, ja, ja. Dat is voor mij een verbetering. Dat is een feestdag. Ja. Maar de meeste mensen zeggen van, is die nu zot geworden? Nee. Als je weet waarover het gaat. En als je weet dat je niet die moet vrezen die je lichaam hier op deze aarde kan vernietigen, maar dat je die moet vrezen die lichaam en ziel in de hel kan vernietigen, ja. Dan weet je het wel. Ja, precies. Ja? Prima. Oké, we gaan verder met Genesis 4. Oké, dan zijn we nu op vers 16, hè? Ja. And Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden. Vind ik heel belangrijk om dit eventjes een keer goed te verstaan, want daar is een heel schitterende film uit de jaren 50 met in de tijd een van mijn absolute lievelingsacteurs, Jimmy Dean, of James Dean, mm-hmm. East of Eden. Ja. En dan moet man eerst wel een keer begrijpen van wat is daarmee eigenlijk bedoeld. East of Eden is hier, als je het juist verstaat, wil dat duidelijk zeggen van weg van God. Weg van het paradijs. Mm-hmm. Dus daar weg van te zijn is zeker niks nastrevenswaardigs. Of hoe denkde jij daarover, Perry? Ja, ja, ik weet het nog niet. Ik wil die film nog een keer zien. Met die meneer Dean, James Dean. Mm-hmm. Dus ik weet er niet zoveel over te zeggen. Want er wordt wel gesproken dat het aan het oosten is. Want je kan natuurlijk ook naar het noorden gaan of naar het zuiden. Maar het gaat naar het oosten. Dat betekent ook nog iets, denk ik. East of Eden wil in dit geval niet zeggen van oostelijk van Eden, uh-huh. Maar wil zeggen dat het weg van Eden is. Oké, dan pak ik even de Nederlandse erbij. Ik heb nu even een lastig dingetje. Kijk, in Duits staat er jenseits Eden, gegen morgen. Oké, tegen de morgen, en dat is dus na het oosten, ja, gelijk, ja. Ja, en in de Nederlandse, in de Statenvertaling, daar staat, en Kain ging uit van het aangezicht des Heren, en hij woonde in het land Nod, ten oosten
van Ede. Dat staat letterlijk ten oosten. Ja, hier staat, hier in Duits staat jenseits Eden gegen morgen. En de morgen is natuurlijk daar waar de zon op gaat, ja. Dus oosten. Ja. Daar moeten we niet over discussiëren, ja. Precies, nou ja, oké. Okay, hij door. Ging, ja maar kijk, het is nog des te belangrijker dat het juist daarnaartoe toont. Het wil niet alleen maar zeggen dat hij wegging van Eden, van het paradijs. Nee, hij ging naar het oosten. Ja. Hij ging naar de verlichting. De hele leer van de Illuminati, van de Jesuiten, van de Romeins-Katholieke Kerk, van de Illuminati, is toch over het oosten, van de vrijmetselaars, is over het, naar het oosten te gaan. Ja. Daar ging hij dus heen. Daarom komt voor hun de verlichting uit het oosten. Ja. Ja. Nog belangrijker om dat te verstaan, absoluut. Ja, dank u. Dat heb ik juist zelfs nog maar zo verstaan. Ja, uiteraard. Hij ging naar het oosten en daarom gaat alles naar het oosten. Als je de Eed van de Jesuiten leest, daar staat erin dat ze naar het oosten reizen. Ja. In de richting van de opgaande zon. Ja. Gelijk Kain. Ja. En ook even voor de kijkeraars, ik ben daadwerkelijk in een vrijmetselaartempel geweest. Het is helemaal niet zo'n heel mooi gebouwtje. Ze hadden daarvoor een mooier gebouw, maar dat kostte te veel geld of zo. En dat gebouwtje wat ze uit de grond gestampt hebben, die tempel, die werkplaats, zo noemen ze dat, die staat perfect op het oosten. Dan kan je met Google Maps het zo uitzoeken. Ik heb mijn kind ook verteld en die dacht van wat? Ik zei ja, dat is echt zo. Die zitten daar spelletjes te spelen, want meer doen ze echt niet naar mijn mening. Mijn goede Duitse, Belgische vriend. Ze doen niks meer dan spelletjes spelen. Met rare jurken aan en flikkerlampjes en wat doen ze allemaal? Kaarsen branden. En dan ook nog de Bijbel hebben ze ook nog in de werkplaats liggen. En het hele gebouw staat op het oosten gericht. Oh, 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 wat interessant. Ezekiel kapitel 8, Barry. Was dat dan Ezekiel? Ezekiel kapitel 8. Oh, kom, we gaan lekker doorwandelen. Ik pak hem erbij. Dan maak het uit. Ezekiel. Kijken of ik hem snel kan vinden. Er zijn 66 boeken in de Bijbel, zei jij? Mm-hmm. Ezekiel. Kijk hoor. Ezekiel. Het is Oude Testament, het is Oude Testament. Ja, een machtig kapitel. Dus na Lamentations en Jeremiah. Dus een van de latere boeken. Ezekiel is een van de kleinere profeten, zoals ze genoemd worden. Oh ja, Ezekiel, ik heb hem. Ja. Juist dat boek voor Daniel. Ja. Kapitel 8. Ja. Dat gaat over niks aan. Zal ik dat eens een keer voorlezen? Ach, doe gewoon. Maak het uit. And it came to pass in the sixth year, in the sixth month, in the fifth day of the month, as I sat in mine house, and the elders of Judah sat before me, that the hand of the Lord God fell there upon me. Then I beheld, and lo, a likeness as the appearance of fire, from the appearance of his loins even downward fire, and from his loins even upward as the appearance of brightness, as the color of amber. And he put forth the form of an hand, and took me by a lock of mine head, and the Spirit lifted me up between the earth and the heaven, and brought me in the visions of God to Jerusalem, to the door of the inner gate that looketh toward the north, where was the seat of the image of jealousy, which provoketh to jealousy. And behold, the glory of the God of Israel was there, according to the vision that I saw on the plain. Then said he unto me, Son of man, lift up thine eyes now the way toward the north. So I lifted up mine eyes the way toward the north, and behold, northward at the gate of the altar, this image of jealousy in the entry. He said furthermore unto me, Son of man, seest thou what they do? Even the great abominations that the house of Israel committeth here, that I should go far off from my sanctuary? But turn thee yet again, and thou shalt see greater abominations. And he brought me to the door of the court, and when I looked, behold, a hole in the wall. Then he said unto me, Son of man, dig now in the wall. And when I had digged in the wall, behold, a door. And he said unto me, Go in,
and behold the wicked abominations that they do there. So I went in and saw, and behold every form of creeping things and abominable beasts and all the idols of the house of Israel portrayed upon the wall and round about. And there stood before them 70 men of the ancients of the house of Israel, and in the midst of them stood Jezreel, the son of Shaphan, with every man his censer in his hand, and a thick cloud of incense went up. Then said he unto me, Son of man, hast thou seen what the ancients of the house of Israel do in the dark, every man in the chamber of his imagery? For they say, The Lord seeth us not. The Lord hath forsaken the earth. He said also unto me, Turn thee yet again, and thou shalt see greater abominations that they do. Then he brought me to the door of the gate of the Lord's house, which was toward the north, and behold, there sat women, weeping for Tammuz. Aha! Then said he unto me, Hast thou seen this, O son of man? Turn thee yet again, and thou shalt see greater abominations than these. And he brought me into the inner court of the Lord's house, and behold, at the door of the temple of the Lord, between the porch and the altar, were about 25 men with their backs toward the temple of the Lord, and their faces toward the east, and they worshipped the sun towards the east. Okay. So then he said unto me, Hast thou seen this, O son of man? Is it a light thing to the house of Judah that they commit the abominations which they commit here? For they have filled the land with violence and have returned to provoke me to anger, and lo, they put the branch to their nose. Therefore will I also deal in fury. Mine eye shall not spare, neither will I have pity, and though they cry in my ears with a loud voice, yet will I not hear them. Wat een mooi verhaal. Ja, hè? Ja, dit kende ik niet. Ik zal hem even op zijn Nederlands doen. En dan moet ik hem hier ook even erbij pakken. Kijk hoor. Ezechiël. En dan was het hoofdstuk kapitel 8. Kapitel 8, ja. Ezechiël 8. Daar ga ik. Het geschiedde nu in het zesde jaar, in de zesde maand, op den vijfde dag der maand, als ik in mijn huis zat en de oudsten van Juda voor mijn aangezicht zaten, dat de hand des Heeren daarover mij viel. Toen zag ik het, en ziet, een gelijkenis als de gedaante van vuur, van de gedaante zijner lende, en nederwaarts was vuur. En van zijn lende en opwaarts als de gedaante ener klaarheid als de verf van hasmal. En hij stak de gelijkenis ener hand uit en nam mij bij het haar mijns hoofds. En de geest voerde mij op tussen de aarde en tussen den hemel en bracht mij in de gezichten Gods te Jeruzalem tot de deur der poort van het binnenste voorhof. De welke ziet naar het noorden, alwaar de zitplaats was van een beeld der ijvering dat tot ijver verwekt. En ziet, de heerlijkheidsgods van Israël was al daar, naar de gedaante die ik in de vallei gezien had. En hij zeide tot mij, Mensenkind, hef nu uw ogen op naar den weg van het noorden. En ik hief mijn ogen op naar den weg van het noorden, en ziet, tegen het noorden aan de poort van het altaar was dit beeld der ijvering in den ingang. En hij zeide tot mij, Mensenkind, ziet gij wel wat zij doen? De grote gruwelen die het huis Israëls hier doet, opdat ik van mijn heiligdom verre weg ga? Doch gij zult nog wederom grote gruwelen zien. Zo bracht hij mij tot de deur van het voorhof. En toen zag ik en ziet, er was een hol in den wand. En hij zeide tot mij, Mensenkind, graaf nu in die wand. En ik groef in die wand. En ziet, daar was een deur. En toen zeide hij tot mij, ga in. En zie die boze gruwelen die ze hier doen.
Zo ging ik en ik zag en ziet, er was alle beeldenis van kruipende dieren en verfoeilijke beesten en van alle drekgoden van het huis Israëls, geheel rondom aan den wand gemaald. En 70 mannen uit de oudste van het huis Israëls met Jazania, den zoon Safan, staande in het midden van hen, stonden voor hun aangezichten en een ieder had zijn rookvat in zijn hand en een overvloedige wolk des reukwerks ging op. Toen zeide hij tot mij, hebt gij gezien, mensenkind, wat de oudste van het huis Israëls doen in de duisternis, een ieder in zijn gebeelde binnenkameren? Want zij zeggen, de Heere ziet ons niet. De Heere heeft het land verlaten. En hij zeide tot mij, gij zult nog wederom grote gruwelen zien die zij doen. En hij bracht mij tot de deur der poort van het huis des Heeren die naar het noorden is. En ziet, daar zaten vrouwen, bewenenden den Tammuz. En hij zeide tot mij, hebt gij, mensenkind, dat gezien? Gij zult nog wederom grotere gruwelen zien dan deze. En hij bracht mij tot het binnenste voorhof van het huis des Heren. En ziet aan de deur van den tempel des Heren, tussen het voorhuis en tussen het altaar, waren omtrent 25 mannen. Hun achterste leden waren naar den tempel des Heren en hun aangezichten naar het oosten. En deze bogen zich neder naar het oosten voor de zon. En toen zeide hij tot mij, hebt gij, mensenkind, dat gezien? Is er iets lichter geacht bij het huis van Juda dan deze gruwelen te doen die zij hier doen? En als zij het land met geweld vervuld hebben, zo keren zij zich om mij te vertoren. Want zie, zij steken de wijnranken aan hun neus. Daarom zal ik ook handelen in grimmigheid. Mijn oog zal niet verschonen en ik zal niet sparen, hoewel zij voor mijn oren met luider stem roepen. Nochtans zal ik hen niet horen. Tjoe. Is een mooi verhaaltje voor het slapen gaan. Dat heb je heel mooi gelezen, Perry. Dankjewel. En nu begrijp je ook, dat is niet zomaar eventjes een afwijking van onze Bijbelstudie. Maar als we hier leren in Genesis 4 dat Kain naar het oosten gaat, naar de opgaande zon, en we lezen meer dan 1000 pagina's verder, namelijk op 1044 staat dat bij mij in mijn Bijbel, dat hier de grootste gruwelen zijn door mensen die zich naar het oosten wenden, door vrouwen die wenen voor Tammuz. Ja. Leg even uit, voor, want ik weet wat Tammuz is, maar niet iedereen die hier naar luistert. We hebben het daar gisteren over gesproken. Perry. Herhaal het maar in de herhaling. Nee, dan zullen die mensen maar een keer die video van gisteren moeten gaan kijken. Dan leren ze het zelf. Oh, ik kan nog niet, kan toch niet alles op een zilveren tablet brengen. Ja, is goed, is goed. Oké, mensen, dus bij deze. Dit is een cliffhanger. Die uitzending van gisteren. Die moet je gaan luisteren. Dat spaart mij en Jurk een hoop tijd. Ja. Voilà. Voilà. Okay. En dan gaat het dus verder in Genesis 4, vers 17. And Cain knew his wife, and she conceived and bare Enoch. And he builded a city, and called the name of the city after the name of his son, Enoch. Nu, dit is een heel, heel belangrijk vers. Oké, dan ga ik hem nu even in het Nederlands doen. Dat klinkt er eigenlijk niet naar. Maar waarom is dit zo belangrijk? Lees het kapitel in het boek Rulers of Evil van F. Tapper Saucy, The Mark of Cain, en je zult verstaan. Ik was in mijn statenvertaling naar Ezekiel, dus ik moet even weer terugpakken. Dat was vers 17. Op zijn Nederlands. En Cain bekende zijn huisvrouw, en zij werd bevrucht en baarde Henoch. En hij bouwde een stad en noemde de naam dier stad naar de naam zijn zoons, Henoch. Ik zal een klein idee geven waarover het gaat. Ja, ja.
om de oorsprong van de Romeins-Katholieke Kerk te kunnen bepalen en waarom dat de paus zich de opvolger van Peter noemt, moet je in dat boek Rulers of Evil gaan. Het is misschien interessant, Berry, dat jij dat eens een keer een van deze dagen leest en dat we daar dan volgende keer in deze Bijbelstudie over kunnen gaan spreken. Want tenslotte zijn we hier over Kain bezig en dat Kapitel in Rulers of Evil, ik denk 24 is dat Kapitel, dat noemt The Mark of Cain. En dat is zo belangrijk, want we hebben hier te doen met hoe oud is de aarde en welke Enoch spreken we in de vrijmetselarij over? Want we zullen later nog leren dat er nog een tweede Enoch is. Hier spreken we over de Enoch die de zoon is van Kain. Maar we spreken ook over een Enoch die uit de andere lijn komt, uit de lijn van Seth. En die is een rechtvaardige mens, waarentegen deze geen rechtvaardige is. En dan nog, wat staat hier? And he builded a city. Vrijmetselaars, zij bouwen een stad. Dat is de eerste keer in de Bijbel dat we over een spreken van het bouwen van een stad. Hier hebt u de oorsprong van de vrijmetselarij. De zoon van Kain. Dat Lekker, is ja. zo belangrijk voor het verstaan van de totale Bijbel en ook voor het verstaan van de leer van de vrijmetselaars, dat na Enoch, de eerste zoon van Kain, de eerste stad op deze aarde vernoemd werd. Interessant. Ik heb hier wat aan. Dat hoop ik toch. Ja, en als ik er wat aan heb, dan hebben de mensen die hier naar luisteren er ook wat aan. Nou, pak maar vers 18, we rammen lekker door. And unto Enoch was born Irad, and Irad begat Mehuhael, and Mehuhael begot Methusael, and Methusael begat Lamech. Ja, gaan we door. And Lamech took unto him two wives. The name of the one was Ada, and the name of the other was Zillah. And Ada bare Jabal. He was the father of such as dwell in tents, and of such as have cattle. And his brother's name was Jubal. He was the father of all such as handle the harp and organ. And Zillah, she also bare Tubal Cain, and instructor of every artificer in brass and iron. And the sister of Tubal Cain was Naamah. And Lamech said unto his wives, Ada and Zillah, Hear my voice, ye wives of Lamech, hearken unto my speech, for I have slain a man to my wounding, and a young man to my hurt. If Cain shall be avenged sevenfold, truly Lamech 70 and 7-fold. And Adam knew his wife again, and she bare a son, and called his name Seth. For God, said she, hath appointed another seed instead of Abel, whom Cain slew. And to Seth, to him also there was born a son, and he called his name Enos. And then began men to call upon the name of the Lord. Ja. Dan ga ik So there even. you have the second Enoch, just a little bit differently written, but it's the same person. It's the same name as, you know. So you have dus één in de lijn van Cain en je hebt één in de lijn van Seth. Nu, wat is hier belangrijk aan te verstaan aan al die versen die ik juist gelezen heb? Ik wil dat eventjes een keer samenvatten, Perry. Dat we niet veel langer dan een heel uur bezig zijn en dat we toch kapitel 4 vandaag uitlezen. Oh, en dat gaat lukken, dat uitwerken. gaat lukken, dat gaat lukken. We hebben dat nogal. Kan, ja, Ja, dat weet ik, maar daarom wilde ik het in één keer doorlezen en jij ja. kunt het direct in het Nederlands ook lezen. Maar ik wil eventjes een keer zeggen van. We leren hier dus dat Enoch heeft kinderen gekregen en uit die kinderen voortkwam nog een kind dat noemt Lamech. En die Lamech heeft voor zichzelf genomen. Twee vrouwen. Dat is niet Bijbels, hè? Dat is polygamie. Daar weet je al direct dat dat niet mensen zijn die de wet van God volgen, hè? Zonder meer. Hè?
En verder gaan we dan lezen dat Lamech zegt tegen zijn vrouw, als Kain al 7 keer gevraagd wordt, word ik zeker 70 keer 7 gevraagd. Ja. Nu, dit is iets, daar ben ik nog niet helemaal aan uit, want ik ben vrij zeker dat deze 70 7 keren samenhangen met de met Daniel kapitel 9. Omwille van dat we daar over de 70 weken spreken, ja, ja, ja. En omwille van dat Jezus Christus op die vraag van een van zijn jongeren, van zijn volgers, in het Nieuwe Testament, die vraag die hem gesteld krijgt is van, als mijn broer tegen mij zondigt, hoeveel keren moet ik hem vergeven? 7 keer? En Jezus Christus antwoordde niet 7 keer, maar 70 7 keer. Aha. En ik denk dat deze 70 7 keer er ook mee te doen hebben hoe dat hier te verstaan valt hier in Genesis kapitel 4. Ja? If Cain shall be avenged sevenfold, truly Lamech 70 and sevenfold. Ik kan mij moeilijk inbeelden, Perry, dat God deze uitdrukking 2 keren in de Bijbel gebruikt zonder dat die 2 met elkaar iets te doen hebben. Ik denk dat jij een punt hebt. Zal ik hem even, ik ga hem even op zijn Nederlands doen. Ik wou maar even zeggen, maar ik heb het nog altijd niet compleet verstaan. Ik heb nog niet dat begrip van waarom dat hem dat zo zegt. Ik zal er nog eerder een keer waarschijnlijk nog studies over moeten doen en nog meer over nadenken, alles erop en eraan. Uh-huh. Maar heel belangrijk is dat we hiervan onthouden dat dus deze onrechtwaardige mensen in de ogen van God, ja, deze wicked, zoals we ze vandaag noemen, boze mensen, uh-huh, hier hun eigen leven aan het opzetten zijn, zich trouwen met meerdere vrouwen, bij wijze van spreken, en dan zelf nog zeggen van, ik ben ongenaakbaar. Als dan die al 7 keren, hoe zegt men dat hier, gevraagd wordt, dan moet ik zeker 70 keren 7 keren gevraagd worden. Dat wil zeggen, die mensen zijn ongenaakbaar. Ze zijn untouchables. Ja, 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 ja. Denk maar een keer aan die film The Untouchables. Ja, ja? Heb ik laatst gezien trouwens. Ja, oké. Okay. Ja, toevallig. Film, met Sean Connery en die andere daar. Allee, ja, van Dances with Wolves, hè. Kevin Costner. Ja, 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 ja. Die daar ook meespeelt. Ik heb die jaren geleden gezien, die film. Maar ik wil ook nu niet op de film afwijken, maar het is gewoon van hoe die dingen allemaal mee samenhangen. En dat te begrijpen, dat geeft een veel completer beeld van alles wat wij vandaag en tot vandaag gelezen hebben. Ja. Zo, en nu jij. Ja, nu ga ik hem even op zijn Nederlands doen. Vers 18, daar pak ik hem op. Tot aan het einde toe. En aan Henoch werd Hirad geboren. En Hirad gewoon Megudjael. En Megudjael gewoon Methusael. En Methusael gewoon Lamech. En Lamech nam zich 2 vrouwen. De naam van de eerste was Ada. De naam van de tweede was Zilla. En Ada baarde Jabal. Deze is geweest een vader dergenen die tenten bewoonden en vee hadden. En de naam zijns broeder was Jubal. Deze was de vader van allen die harpen en orgelen handelden. En Zilla baarde ook Tubal-Kain, een leermeester van allen, werker in koper en ijzer. Dat is trouwens fout vertaald, want in de King James staat brass. Ja, dat is brons. Dat is brons, ja. En de zuster van Tubal-Kain was Naema. En Lamech zeide tot zijn vrouwen Ada en Zilla, hoort mijn stem, gij vrouwen van Lamech, neem ter oren mijn reden. Voorwaar, ik sloeg wel een man dood om mijn wonden en een jongeling om mijn builen. Want Kain zal 7-voudig gewroken worden, maar Lamech 70-maal 7-maal. En Adam bekende wederom zijn huisvrouw en zij baarde een zoon en zij noemde zijn naam Seth. Want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Habel. Want Kain heeft hem doodgeslagen. En denzelfde Set werd ook een zoon geboren en hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. En Habel is dus Abel. Dat is wat jij net zei, of wat? En anders uit.
Want Kain heeft hem doodgeslagen. En Kain heeft Abel, of Habel, Abel mag je dan ook zeggen? Ja, ja, hij heeft toch Abel doodgeslagen, hè? Kain en Abel, hè? Dat is de story, hè? Ja, ja. Ja. En belangrijk is ook, als we verstaan de allerlaatste zin, then begin men to call upon the name of the Lord. Mm-hmm. Dus we spreken hier over die mensen die voortkomen uit de lijn van Seth en Enos. Mm-hmm. Of die Enoch, die zoon van Seth. Oké? Okay? Versta je wat ik wil zeggen? Ja. And to Seth, to him also there was born a son, and he called his name Enos, then began men to call upon the name of the Lord. Dit zijn de rechtwaardige mensen. Dat zijn de mensen die God volgen. Ja. Oké? Dat is heel belangrijk, heel belangrijk, omdat in kapitel 6 wij lezen, and it came to pass, when men begin to multiply on the face of the earth and daughters were born unto them, that the sons of God saw the daughters of men that they were fair, and they took them wives of all which they choose. Deze twee versen in deze kapitel van Genesis wordt zo verkeerd in de complete wereld overal verstaan. Die mensen beginnen te spreken over aliens, Nephilim, giganten, reuzen, alle mogelijke BS die je maar kunt bedenken. Daarbij is het heel simpel. Als je eerst Genesis 4 en dan Genesis 6 leest en je leest het in de samenhang. Ja. Maar als jullie dat willen verstaan, hoe dat ik dat bedoel, en daar zelf niet aan uitkomen, dan zal ik zeggen van, verpas onze volgende uitzending niet, Perry. Ja, precies. Hé, hey, Jurk, ik heb een idee. Als we nu een afsluiting maken, heb jij nog even tijd? En dan maken we een tweede uitzending. Ik ben nu toch bezig, ik heb alles aangesloten. En de verpleger is bij jou nog niet binnen, dus... Heb je nee, nog die even? Mag komen. Ja, die moet nog komen. Dus hebben wij nog vrije tijd. Ja, dat hebben wij. Ja. Laten wij die nuttig besteden. Dus dan ga ik nu even een afronding maken. Ja, je mag nog even. Ja, je hoeft niks te zeggen. Ik sluit hem wel af. Mensen, ik sluit nu eventjes af. Het is voor ons een korte pauze. En er wordt een nieuwe uitzending. En op zijn hamburgers, want dat doe ik altijd, zeg ik tjus. En dag lieverds.